Wat vind jij van Tyra? Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zit ik hier met een hele speciale gast. Hè. Dit is niet zomaar een speciale gast, het is een heel speciale gast. Jullie gaan die sowieso kennen. Kom er maar bij. Wow, wow, wow. Oké, kom er maar bij. Ik zie dat het niet net wordt. Hè. Waarom niet? We zitten op een waterval. Ja, we zitten op een water... Huh? Een ding genoemd, hè. Waterval? Een waterboomstronk. Een water... Er loopt water door. Ja, ja, oké. Okay, ja, 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 gewoon ja. Groene energie. Nee, dat... dat sloeg even op niks, dat sloeg even op niks. We zitten hier ook ineens in een meer, ja. Een meer? Ja, ja. In een putje, in een recreatiedomein. Ja, recreatiedomein. Luister, als jij drie vragen niet beantwoordt, vind ik dat Elias toch wel een splons komt doen. Jezus! Drie vragen. Heb je handen ook bij? Ja, dat is goed. Ja, is dat goed? Ja, dat is goed. Dus dat is je goed. Moet bij mij drie vragen niet beantwoorden, maar ja. Dan is het prijs. Ja, vind ik eigenlijk nog wel leuk. Ja. Oké. Dan direct de eerste vraag. De eerste vraag is... Ja. Is niet van mij, hoor. Die is van iemand, ja, ik weet niet wie, maar niet van mij. Niet van mij. Wie vind jij de slechtste TikToker van België en Nederland? Wie vind ik de slechtste? De TikTok-moekes. Moekes? De ik wil geen namen noemen, maar mensen weten wie ik bedoel als ik zeg 40-jarige vrouwen die constant op je For You-page komen met 30 extra pagina's van hun zeil. Weet jij niet wie ik bedoel? Ik weet niet wie je bedoelt. Ja, begin... Ik zeg... Met de H. De H. Huh? Nee, niet die. Nee, niet die. Niet die. Wacht, hè. Oké, geef je nog eens een tip. Van de TikTok-mama's die heel veel drama maken op TikTok. Ah, ja. Die moet ik niet. Nee. Allee, moet ik niet. Daar heb ik niks persoonlijk tegen, maar dat vind ik zelf niet leuk om te zien. En ook nog een account. Nee, we toch bezig zijn. Ja, die moet toch bezig zijn. Oh, dat is goed gedaan. Die naam ga ik ook niet zeggen. Maar dat is, ik weet niet, dat is iemand uit, denk ik. Een heel rijke jonge man. En die maakt constant video's over zijn fucking perfecte leven. En zijn gaan shoppen met de oma in de Louis Vuitton winkels. Die mensen daar kots ik gewoon van. Die mensen moet ik echt niet hebben gewoon. Maar ook niks persoonlijk tegen die... Ja, misschien toch wel. Misschien toch wel een klein beetje. Ja, dat zijn gewoon mensen die ik niet moet. Ik snap u. Je zegt zo van, kijk, je hebt geld van mama en papa. En je maakt daar video's maar over. Maar niet mee alles. Oh, ik haat stoefers. Haat jij stoefers? Ja. Ja, dus jij bent geen stoeferke? Ik ben geen stoefer, totaal. Maar wat zet je dan wel? Bedoelde. Ah, als je geen stoeferke bent, wat zet je dan wel? Hongerig. Ik ben hongerig momenteel. Ik ben in de buurt, ik moet hossen. Le politie. Hoofd heet deze dagen. Wat? Hoofd heet deze dagen. Hoofd heet? Rare man. Oké, kon het. De eerste vraag, gewoon een makkelijke vraag, dat iedereen wil weten. Iedereen wil dat weten. Elias, heb jij een vriendin? Nee. Waarom zo die... Nee, zo van... Het kon toch? Ik ben perfect gelukkig alleen, met mezelf, want ik... Ja. Huh? Niemand, ja. Niemand anders? Nee! 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 We zijn hier met het hoofd van de familie. Rozijn. Dus, je moet wel eens die karakters even nadoen, hè. Oké? Wat? De karakters. Moet je even... nadoen? Nee, een typisch zinneke. Een typisch zinneke van ieder ding. Oké. Okay. Ja, dat kan het. Allee, ja? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Met wie beginnen we? Met Wendy. Oké, Wendy. Let's go. We beginnen. Go. Patrick, dat doe je nu toch niet? Oké, de volgende. Kenji. Kenji. Malé, jongen. Wat zit jij nu aan het doen, zeg? Daar komt het Antwerps hoog naar boven, hè. Ja. Ja, het is zo wat... Heel veel mensen, want ik ben eigenlijk niet van Antwerpen. Antwerpen, hè. Nee, maar... Meer zo wat ertussen, tussen Kempen en Antwerpen. Maar ik spreek er wat tussenaars, schijnt. Superveel mensen hebben die vraag gesteld vandaag. Zijt jij hetero, ja of nee? Ik ga daar niet op antwoorden, maar ik dat gewoon een kutvraag vind. Ik vind dat zo'n belachelijke vraag en ik krijg die vraag constant. Ja, ik heb hier ook constant. Ja, kom, maar echt gewoon dagelijks 50 berichten, hè. Dan denk ik, ja... Ja, wat doet dat ertoe? Hè? Maakt dat... Ik ga... Nee, dat, ah, wel. Dat, geef dat ding. Wat doet dat ertoe? Zouden jullie mij anders bekijken? Hè? Je camera is ook zo helemaal aan het bewegen en zo. Wat? Ja, wat... Dat maakt niet uit.
Ik, principieel geef ik hier geen antwoord op. Oké. Okay. Ja, nu niet dat mij boeit, de mensen die me kennen. Weet je, ik ben zo van, we zien wel. Ja, oké. Okay. We zien wel. Tuurlijk. Maar, ik vind het wel leuk dat je er geen antwoord op geeft. Ik vind dat goed. Maar het is wel een pas. Ja, dat is een pas. Yes, we zijn dan de twee. Gebruiken voor een pas. Gewoon omdat ik dat niet snap waarom mensen dat constant vragen. Maar ik snap niet waarom dat zo belangrijk is. A few moments later. TikTok dans met Elias. Ik weet het al niet meer. Je weet het al niet meer. Ja, zo'n ramp in dansen? Ja. Dat kun jij niet geloven. Ja. Dat kun jij niet geloven hoe rampak ik ben. Ik heb dat talent niet. Ik voel maar, dat alleen maar, niet. Maar met wie zou je een duo willen? Dan moet ik eens even nadenken. Want we moeten strategisch doen. Ja, tuurlijk, moet heel strategisch zijn. Ja, ik zou denken, misschien Caroline, maar Caroline die is denk ik te klein. Ik denk dat die misschien iets te klein is voordat ik daar te goed mee kan dansen. Ja. Langs de andere kant, dan kan ik ze wel gemakkelijk zo... Zo van, hoe doe je dat? Zo rond doen we. We sleuren. Zo, dat gaat toch gemakkelijk. Dus, maar wie is aan. Groot? Een grote meid. Tyra. Is er? Volgens mij is hij wel groot. Ik had die dat niet wild. Volgens mij is hij groot. Hè? Volgens mij is niet zo groot, denk ik. Denk eens wel. Nee. Ja, ook niet te groot, hè. Moet je tussen zitten, hè. Maar wie jij er nog? Wat vind jij van Tyra? Niet mijn type persoon, maar dat is... Oké, okay, ik moet geen BFF's worden met dat mens, hè, dus dat is geen probleem. Allee, ik bedoel, dat vind ik ook nog zoiets van, je kunt niet iedereen even leuk vinden, hè. Voilà, prima. Voilà, maar om nu de hele tijd kritiek te gaan geven op iedereen, ja, doe dat met je vrienden, hè. Ze zeikt daar iedereen af, maar om dat nu er niet altijd op Insta te doen. Wat is de hoofdstad van Marokko? Sorry, maar deze vind ik erover. Waarom erover? Ja, dat weet ik niet. Waarom erover? Ik weet het niet. Oké, okay, dan gaan we... Ja, het is pas, ik weet het. Pas, voilà. Ik wil ook geen achterlijk dom antwoord geven. Dat snap ik. Dat snap Want dan ik. Ga je dat mooi gebruiken voor in zijn trailertjes en zo te zetten. Van, zie eens, hij doet weer dom. Pas? Pas. Oké. Okay. Mag ik dan een Europese hoofdstad vragen? Ja. Ja? Oké. Okay. Wat is de hoofdstad van... Portugal? Ik verwissel dat altijd. Wat verwisselt jij? Is hoofdstad en land... Ik had dat vroeger altijd fout op de toets. Op de toets? Op welke toets? De aardrijkskunde toets. Welke toets zijn er? Portugal. Ik verwissel altijd welke van de twee nu het land en welke... Nee, wacht. Of is sport... Kom, ik ga mijn gsm pakken. Nee, wow. Ze telt dat maar als paas. Nog een vraag, dat ook echt iedereen wel. Hoeveel exen heb jij? Exen? Ja. Ja, ik heb nog nooit echt een lange relatie of zo gehad. Maar hoeveel exjes heb jij? Maar ik weet niet wat je dat exen moet... Wat noemt je een ex? Ik ben al 3 jaar super single. En daarvoor was ik... Ik weet niet wat er aan de hand was, maar dat was iets raar. Nee, maar hier stoppen we al. Nee. Maar als je A zegt, moet je ook B zeggen. Hè? Dat doe ik niet. Okay. Dat is echt te privé. Dat is te privé. En te heftig. En te privé. Maar kijk! Waarom nee. Is, je kunt nee, zeggen, nee. Younes, nee. Maar je begint altijd zo te zeggen, ja, Younes, het was echt te heftig. Het was echt, ja, ik had wel veel hoede. Nee. Ik had wel... Dus, kijk, je geeft altijd zo'n klein beetje. Ik geef eerlijk toe, als ik daar nu over begin te praten, dan zitten we hier over 3 uur nog en begin ik met... Dan word ik helemaal zot. Ja? Dus wij beginnen er gewoon niet over. Maar 3 jaar geleden, hoe oud was je toen? 17? Ik ben nu 20. 17. Oké. De belachelijkste foto van de week? Ja, belachelijkste foto van de week. Ik heb een nieuwe zwembril gekocht. Ja, doe maar. Kijk, ik heb een nieuwe zwembril gekocht. Ik heb 10 minuten in een decathlon staan passen met die mevrouw. Dat was echt raar. Met die bril? Ja. Waarom? Die mevrouw zei van, ja, we moeten testen wat dat op je hoofd blijft staan. Dus ik moest die zo in mijn ogen drukken en dan moesten we zien of die eruit viel en zo. Maar er waren nog mensen die mij herkenden juist, dus er stonden echt de kinderen te zien, maar what the fuck. A few moments later. Ja. Nou ja, hè? Wacht, ik doe deze ook uit, want ik ken dat ze bied licht te trappen. Ja. Pas maar op. Kom op, hè. Hey, op. Ja, kom op. Hè. Elias, kom op. Je kunt het. Go. Ja. Maar het is rustig. Ja.
Je moest maar antwoorden op die vragen, hè? Oh, het is wel heel koud. Ja? Oh, nee. Oh, dat is heel vies van man. Vroeger vond ik dat toch niet zo erg. Maar... Ja, van je benen aan te doen. Wat had je eruit? Oké, nu. We gaan de straf een beetje vermoeilijken, hè? Ja. Nu, in het water stappen als Wendy. Wat? Ja, ja. Maar ik heb nog niet ontdekt hoe Wendy stapt, hoor. Allee, Wendy, stap verder, hè? Stap er eens mee, Patrick! Kom op, Wendy, sneller! Ja, ja, het is niet... Houd je mond! Ja? Maar zie hoe diep dat hier is! Houd toch niet voor mogelijk, dat is toch gewoon zot! Crimineel! Maar je moest op die vragen antwoorden, Wendy. Kom op. Dat is hier een flubber. Wat is dat nou, een flubber? Mijn tenen zijn helemaal... Rustig, hè, jij? Wat was dat allemaal, Ilias? Dat is leuk. Ik was heel leuk. Ja, nee, ik zag het. Je vond het echt leuk. Je vond het echt leuk. Maar, is het eigenlijk friet of patat? Welk een achterlijke klapmongool zegt wat dat? Als je dat zegt, is mijn honger over. Patatten, dat zijn patatten. Voilà. Gebakken, gekookt, gepureerd. Groenpatatten, wortelpatatten. Rustig blijven, rustig. Maar geen friet. Oh, dat vind ik, als je een Nederlander bent, mocht je dat zeggen. Maar als Belg... Nee, dat mag niet. Erover. Hetzelfde dat je frikandel gaat zeggen als Belg. Curryworst. Oké, voilà. Dit was het einde van de video. Kijk, hebben jullie van deze video genoten? Drop zeker een like. En volg Suzo Elias op Instagram, op TikTok. Dat gaat allemaal in de beschrijving staan. En hem ook. Voilà. En als jullie ook een andere persoon in deze video willen zien, commentaar hieronder. Dankjewel voor het kijken.